De gemeente Verwedder Adiel moet een nieuw besluit nemen over het gemaal in de Zeedijk bij Marum. Dat had er hier van Steert uitsprutsen. Omwenenden hebben bezwaar gemaakt in de komst van een gemaal en ze haar gelijk kregen. Er wordt al heel lang praat over het gemaal dat zo'n 30 miljoen euro kost. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, had alle huisdokters en GGD's waarschuwen om alert te wijzen op het ebola-virus. Ze moeten mensen met koorts bijgelijks vrijgewets op vakantie west hebben. In West-Afrika zijn meer dan 1200 doden door ebola. Er komen een soort ongereisde telefoontjes binnen bij het RIVM. Mensen die voor het eerst een huis kopen, kunnen subsidie krijgen van de provincie. Er is zo'n ton beschikbaar voor renovatie van huizen onder de oorlog ton. Je kan maximaal 5000 euro krijgen. Doel is om de troststreming op de wenningmerk te stimuleren. Het zuiveldrankje Tjolk komt op een nij op een merk. In de jaren 70 was het makken in Ljouwert. Een ondernemer uit Noord-Holland zal het nou weer introduceren. De molken van het drankje komt van Kei die het waaitje in een graaide bij Itzegeer. Joen en vannacht heel bewolkt en buien. Het wordt 9 graden. Morgen ik nog buien, maar ik kom eens op tonger. De temperatuur ligt om de zontje graden heen.